Ik zeg tegen je dat het je moeder niet hetzelfde zal vergaan als de mijne. Je vraagt hoe oud ik was toen ze overleed. Ik zeg 13. En ik was 11. Even oud als jij toen ze ziek werd. Ik zeg, je kunt altijd met me praten. En jij knikt dat je dat weet. Daarna doen we een wedstrijdje wie het hardst kan fietsen. En we staan voor de deur van een vriendje dat net zijn lange haar af heeft laten knippen voor een goed doel. En je gaat naar binnen. En je staat in de deuropening. Met je lange haar. Met je open gezicht. En we zien elkaar. En je loopt niet meteen door de trap op naar het vriendje bij wie je mag spelen. En het mag je moeder niet zo vergaan als de mijne. Want zij is mijn beste vriendin. En zij is je moeder. Combinatie. Live lezen en live spelen. Zet Bruinja samen met Marcus van den Munkhof.